We gaan nu de roux maken. De roux is eigenlijk de basis voor de salpicon. We hebben hier 60 gram boter, 60 gram bloem, de boter in de pan. Boter goed laten uitbruisen, maar best een kleurtje hebben. Straks gaan we de roux afblussen met de koude kippenbouillon. Het is altijd belangrijk als je een salpicon maakt, in dit geval dus de basis voor de kroketten, dat een warme roux, daar moet koud vocht op. Anders krijg je geen binding. En andersom, als je warm vocht hebt en je hebt een koude roux, kan het ook. Maar dat is altijd om en om. Boter een klein beetje uit laten bruisen. Dan doen we de bloem erbij. Ook om te checken of de roux goed is. Straks, als je gaat voelen, moet het een beetje voelen alsof je zand in je handen hebt. Dus het mag een beetje rullig zijn. Je hebt een blanke roux en een bruine roux in principe. Waar ik voor heb gekozen hier is om een bruine roux te maken. Omdat straks de vulling natuurlijk ook een vleeskleur heeft. Een blanke roux wil eigenlijk zeggen dat je de boter blank houdt van kleur. Dus je laat hem op laag vuur laat je hem smelten. Dan voeg je de bloem eraan toe en daardoor blijft de kleur blank. En wat ik hier heb gedaan is de boter gewoon op wat hoger vuur laten smelten. Waardoor de suikers een klein beetje gaan verbranden en waardoor je een bruine kleur krijgt. Dan voeg je gewoon de bloem eraan toe en dan heb je een bruine roux. Wees niet bang dat de roux gaat verbranden. Laat hem gewoon op rustig vuur lekker staan, een beetje roeren af en toe, zodat de bloem inderdaad rustig de kans krijgt om straks het vocht allemaal mooi op te nemen. Ga ook nooit met een garde door de roux heen als je eenmaal het vocht erop gaat doen. Want doe je dat wel met een garde, dan sla je de structuur van de bloem kapot en daardoor wordt het zoet. Oké, we gaan de kippenbouillon toevoegen. Iedere keer een klein beetje. Dus je bent zelf in controle over hoe dik je massa voor je kroketten wordt. Dus het mag wel iets steviger zijn, want je moet hem straks natuurlijk rollen en paneren. We doen er ongeveer 3-4 deciliter aan kippenbouillon bij. Nou, je ziet dat hij gelijk het vocht opneemt en het wordt een soort pasta. Zorg dat je goed blijft roeren, dat je geen korreltjes krijgt. Dat het mooi glad wordt. Je kan straks de roux nog op smaak brengen met peperzout. Nou, we hebben hier het vlees. Het is inmiddels klaar. Het heeft een 1,5-2 uur opgestaan. De structuur van het vlees, het is helemaal uit elkaar aan het vallen. Je ziet hier best wel dikke vetlaag zitten. Zeen. Dat wil je niet in je kroket hebben. Dus we gaan het vlees zo plukken. Maar we laten de vetdeeltjes laten we weg. Dus we plukken echt alleen het gekookte vlees. De garnituur die erin zit, die heeft mooi smaak afgegeven. En je kan straks, als de salpicon iets te dik is, kan je dat vocht ook nog gebruiken om dat bij je massa te doen. Om een klein beetje smeuger te maken. Het is inderdaad gewoon plukken. Je pakt je vlees en je haalt het er zo vanaf. We hebben hier het geplukte vlees. Ik heb het in een bekken gedaan. Dat gaan we even doordraaien in de keukenmachine. Vlees erin. En het hoeft niet lang door te draaien, geef hem gewoon een paar kleine tikken. We hebben de salpicon een klein beetje laten afkoelen, maar hij is nog steeds warm. Het mengsel wat we net in de keukenmachine hebben gedaan, doen we erbij. En op deze manier blijft hij heel mooi smeuig. Hij mag best een beetje stevig zijn, omdat je er natuurlijk een vorm in gaat aanbrengen straks. Breng hem even goed op smaak met wat peper en zout. Wees niet bang om peper en zout te gebruiken. Altijd blijven proeven, zodat je de beste smaak voor jezelf eruit haalt.